De Schiedamse historicus Han van der Horst heeft in een online artikel over de huidige stand van zaken omtrent de coronacrisis geschreven. Hij schetst in dit artikel een somber toekomstbeeld. Iedereen kan uitspraken doen over de toekomst, vooral als de nabije toekomst is. En iedereen doet dat ook. Politici zijn heel sterk in het doen van uitspraken over de toekomst. Want als je op hen stemt, dan wordt alles beter. Dus ik denk dat ik dat ook mag. En daarmee maak ik gebruik van mijn gezond verstand en soms van mijn historische kennis. Omdat wat ons nu overkomt, overeenkomsten vertoont met dingen in het verleden. En die kennis kun je dan gebruiken om het heden beter te begrijpen. En we staan er op het moment slecht voor. U vergeleek al net de coronacrisis met eerdere pandemieën. Waarom maakt u deze vergelijking en hoe troffen deze eerdere pandemieën Schiedam? Schiedam heeft cholera-epidemieën gekend in de 19e eeuw. En die heeft ook de Spaanse griepepidemie meegemaakt, net als heel Nederland in 1918. En dat heeft tot de nodige doden geleid. Als je kijkt wat ze daaraan probeerden te doen in de tijd dat die epidemieën zich voordeden, dan lijkt dat erg op wat nu gebeurt met een lockdown. Je probeert mensen te isoleren. Je probeert verkeer te stoppen. Je bedekt je gezicht met doeken. Je laat de boel goed doorwaaien. Dat is het geval geweest met de Spaanse griep in Schiedam. En de enige echte lockdown-maatregel die ze hebben genomen, als ik mij niet vergis, en als ik me wel vergis, dan komt er wel commentaar van het archief, dan was dat het sluiten van de scholen gedurende korte periodes. U spreekt nu natuurlijk ook over maatschappelijke ontwrichting en de gevolgen van de coronacrisis. Welke signalen ziet u daarvoor? En zijn die ook vergelijkbaar met historische signalen? Nou, in zoverre dat je bij epidemieën ziet dat het maatschappelijk leven tot stilstand komt, omdat mensen met cruciale beroepen ziek worden. En dat zien we nu ook gebeuren. Op het moment met name in de zorg en in de verpleeghuizen. Daar is de situatie wat ziekteverzuim betreft nu veel en veel erger dan tijdens de eerste coronaperiode in de lente. Zijn huidige sociale en economische structuren en instanties niet veel sterker dan toen? Dat zijn ze ook wel, maar toch zie je dat deze verschijnselen zich voordoen. Ze zijn niet zozeer veel sterker, maar ze zijn veel meer met elkaar verweven en ook internationaal veel meer met elkaar verweven. Ondanks, juist door die sterkte van de structuur en door de hoge ontwikkeling van de economie, maken we nu een wereldcrisis mee zoals in de geschiedenis van het kapitalisme nog nooit is voorgekomen. Nog nooit is zo snel de economie zo diep in een dal gevallen als van het jaar gebeurt door de maatregelen die wij zelf nemen om de corona binnen de perken te houden. U noemt ook in uw artikelen, u waarschuwt eigenlijk voor mogelijke plunderingen. Is dat niet een beetje overdreven? Die vraag ga ik in januari, februari beantwoorden, want dan weet ik of het een beetje overdreven was.